Projectontwikkelaar Wijker Veste heeft aangetoond dat er naast de reeds gemelde meerkosten in de eerste fase ook meerkosten gemaakt zijn met betrekking tot het onderdeel waterrad van de Kruipmolen en de houten lift in de gebouwen van Parcours aan de Plenkertstraat. In het bestuurlijke overleg waarin provincie, gemeente en projectontwikkelaar zitting hebben, is een voorstel voor een verdeelsleutel van 1/3 deel per betrokken partij overeengekomen. En dat betekent voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bijdrage van €33.500. Wijker Veste zal uiteindelijk bij de eindafrekening definitief moeten aantonen dat inderdaad op alle onderdelen van de voorwaarden is voldaan en de feitelijke kosten ook gemaakt zijn.